Moet hier een accent op? Schrijf je dit aan elkaar? De hersenen werden flink gekraakt afgelopen zaterdag in het Forum tijdens het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2022. De wedstrijd, georganiseerd en uitgezonden door NPO Radio 1, wordt jaarlijks op een andere locatie gehouden en dit jaar was Groningen aan de beurt. 20 bekende Nederlanders namen het op tegen 20 luisteraars van het programma De Taalstaat. En dat was nog best pittig. Ik had 26 fout, dat is dus hoger dan het gemiddelde, geloof ik. Maar ik hoopte dat ik de meeste fouten had, maar er was nog iemand boven mij, de stadsdichter van Groningen, die had 30 fouten. Ik had 37 fout. Francis zei 30, maar 37? 37 fout, ja. En dat is heel veel. Ik vond het wel heel leuk. Ja, ik zat naast René Paas, en die had 5 fout. Dus echt, ik had echt moeten spieken. Commissaris van de Koning René Paas heeft het dicté dus goed doorstaan. Meneer Paas, ik mag u feliciteren. Derde plek van de prominente. Had u dat verwacht? Nee, totaal niet. Want er zitten ook echt wel taalgeweldenaars bij de prominente. Ik had een licht voordeel, want het dicté ging over Groningen. Dus dan zijn dingen als epicentrum kunnen eigenlijk niet fout gaan. Maar ook Hoge Zandsappermeer en Midden-Groningen en Boertangen. Al die dingen die gingen wel aardig. Maar ik ben apetrots, zonder en. Dat was eigenlijk wel goed te doen. De fouten die je maakt zijn vaak fouten met alle streepjes en samenstellingen en zo. Dus dat, zijn ook echt, dat ga ik ook niet beter doen na dit dicté. Maar het is wel, vroeger waren die dictés echt ongelooflijk ingewikkeld. Maar dit is wel gewoon veel toegankelijker, gelukkig. 11 fout, ik had er vooraf voor getekend. Het dicté was voor alle leeftijden. Ik ben 16 jaar oud en ik heb me ingeschreven omdat ik me interesseer in spelling. Wat vind je dan zo interessant aan spelling? De letters die aan elkaar worden geplakt. Welke patronen erin zitten. Het is een beetje slecht gegaan. O jee, vertel. Ik heb 15 fouten. Heel eerlijk, ik heb al een aantal interviews gehad. Dan doe je het nog best goed hoor. Er zijn ook al mensen die boven de 30 hebben. Ah. Ja, ik heb veel fout, maar het is voor iemand met dyslexie ben ik er wel gaan zitten. En zo is dat. Maar wie heeft het dicté dan gewonnen? De winnaar van het Groot Dicté is Patrick van Aarlen met maar 1 fout. Ja, het is ongelooflijk. Dat was echt het laatste wat ik verwacht had toen ik hier naartoe kwam gereden vanochtend. Hoeveel fout had je? Eentje maar, tot mijn grote verrassing. Ja. En kan je me ook vertellen welk woord je fout hebt geschreven? Moet dat, want eigenlijk dacht ik... Ik heb er heel lang over getwijfeld. Dat ging over ijzertijd en ik heb het met een hoofdletter geschreven. En ik twijfelde heel erg of dat moest. En het was niet zo, maar ja, als het de enige is, dan mag ik niet klagen, toch? Inderdaad. En wat heb je gewonnen? Ik heb een prachtige gesigneerde vulpen gewonnen. Ik moet hem eruit pakken. Hij zit keurig in een doosje. En een enorme grote bos bloemen. En vooral, denk ik, grote eer. Want ik ben zeer vereerd dat ik al mee mocht doen. En dit had ik al helemaal niet verwacht. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt volgend jaar weer georganiseerd op een nog nader te bepalen locatie.